allemaal, welkom bij Minecraft Gate. En vandaag heb ik iets heel speciaals. Want ik was aan het menen, omdat dat niet zo interessant is meestal. En look what I found. Tada! A zombie spawn. Ja. Uiteindelijk heb ik er dus een gevonden. Blij toe. En het zit, kijk, deze gang die leidt direct naar mijn huis toe. Dat heb ik gemaakt met de coördinaten. Even tussendoor. En hier, dit ravijn, is ons basisravijn. Daar staat ergens, ja, daar door het water kan je een torch zien. Dit is ons basisravijn. Dus ja, het zit er redelijk dichtbij. En ik ga het kool hakken aangezien ik net een kool tekort kwam. En onze ovens bijna door kool heen zijn. Zo, ja. Wat ik vandaag ga doen, is mijn spanner ombouwen tot XP farm. Want ik smel ernaar om een beetje XP te farmen. Want dan hoef ik niet de hele tijd nether in om quartz te mijnen. En dat ik dat dan de hele tijd kwijtraak door lava, want dat is al 2 keer gebeurd volgens mij. Zo, dus wat ik even ga doen, ga er een XP farm van maken. En daar komt gelijk wat theorie en zo bij en alles. En ja, ik weet hoe ik een XP farm moet maken, ik heb het veel vaker gedaan. Waar we mee beginnen, gaat misschien wat lang duren, maar oké. Okay. Is een kamer van 9 bij 9 maken. Dan denk je misschien van, what the heck, dat is veel te groot. En dit en dat en dit. Nee, want een normale spawner heeft een spawn radius van 4. Dit houdt in dat hij tot 4 vakjes naast zijn spawner, dus tot met hier, een zombie kan spawnen. Duidelijk, denk het wel. De meeste mensen die zeggen dat je een kamer van, volgens mij is het 7x7 maakt, die maken er meestal een van 7x7 of zelfs nog kleiner. Maar als je hem 9x9 maakt, of 8x8, als je hem 9x9 maakt, dan heb je dus de uitermate, zeg maar, de meeste plaatsen zodat zombies kunnen spawnen. En ja, dan werkt hij dus gewoon het beste. Hangt er vanaf ook hoe je hem gaat maken natuurlijk. Maar oké. Okay. Dus daar gaan we even mee beginnen. En ik hou ook wel van dit mossy cobblestone. Vind ik ook wel leuk als decoratie. En ja. Oh ja, als je het niet gelooft over dat die een spawn radius van 4 heeft. MC Edit, dat was volgens mij afgelopen week zelfs nog dat ik een video heb geüpload van MC Edit. Als je daar een de change spawner properties filter van gebruikt. Op een normale spawner zie je dan, want normaal staat hij op de normale spawner properties. Als je dan, dan zie je dus dat hij een spawn radius van 4 geeft. Wat dus inhoudt dat hij zoveel vakjes ervan naspant. Is dat goed? Oh. Heb ik het niet goed verlicht? Shit. Heb ik nog hout bij? Ja, ik heb een beetje hout bij. Niet veel, maar. Dan moet ik iets gaan weggooien. Gooi die maar even weg. Oké. Deze moet nog gaan rijden eruit, want hier zit hij namelijk. Want nou is het volgens mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Dus dan moet er nog een. Hey, iron. Dan hak ik zo even. Maar als je dus naar MC Edit gaat en je kijkt naar het Change Spawner Properties filter en die staat dan normaal op de normale spawner properties, dan zie je dat hij een spawn radius van 4 heeft. Dus dan is het het beste om een kamer van 9x9 te maken. Oh, mijn pickaxe is er alweer bijna doorheen. Nee, dus mijn pickaxe gaat snap. Oké. Okay. Ja. Wat we dan gaan doen is om. Even denken. Ik ga even bedenken hoeveel we de grond ingaan. We gaan. De tweede grond in. 2. We gaan 2 grond in.
Dus, daar gaan we. Oké. Okay. Oh, nee, die hoeft niet, maar dat mag niet. En mijn pick is broke. Nou, daar heb je. Oké, dan. Kan ik misschien een crafting benchje? Oh, wacht, ik heb een crafting bench. Oeh. En ik heb zelfs ook chests. Man, en ik ga hier heel mijn huis maken, joh, zo wat. Oh, nou, dat daar. En zo. En dan gaan we eens wat. Zo. En dan. Zo. Dat allemaal weg. En dan die crap. En dan. Hoe komt het? Al die crap erin. Oh, dan gooi ik mijn pickaxe weg. Die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg. Die mag weg, die mag weg, die mag weg. Zo. Nou. Hebben we wat meer ruimte. Zo. Dan hoef ik niet helemaal terug naar huis. Zo. Oh, en ik word een skeleton. En ik moet misschien mijn zwaardes gaan herstellen, want die heeft nog maar een durability van 4. Zo. Dus ik ga denk ik gelijk even een nieuw iron swordje maken. Want op zich is smite 2 is best fijn. Dus misschien dat ik die even wil houden. Zo. Oh, daar zit trouwens nog kool. Misschien wel handig. Zo. Ja. Moet eens kijken hoe goed de XP farm al werkt. We hebben al 5 levels. Robin, hij werkt nog niet. Nou, oké dan. Hij werkt nog niet, ik weet het. Ah, man. Oh. Oh, hoi. Dood. Man, 4 keer. Met smite 2 heb ik 2 keer voor nodig. Ik ben helemaal gelijk gewend aan die smite 2. Probeer je plaats een beetje schoon te houden. Dat werkt altijd. Dat werkt altijd goed. Zo. En dan gaan zombies straks ook niet daarin zitten. Oké. Wat we alvast wel gaan kunnen doen even, is daar een toortje weghalen en dan dit. Waarom doe ik dit? Als ze straks gaan spannen, als alle lichten weg, zeg maar weg zijn, dan kan het zo zijn dat er, zonder die pilaar erop, kan het zo zijn dat er eentje opspant. Als er eentje opspant, dan gaat hij er niet af en dan heb je dus minder XP. En dat is niet fijn. Waarom heb ik trouwens die laag eigenlijk weggehaald? Dat is helemaal niet nodig aangezien. Maar 2 is. Dus, nou ja. Maar trouwens. Nou ja. Het zou zelfs nog hoger kunnen. Denk ik weer nou. Omdat hij dan 4 heeft. Ah, oké. Okay. Het belangrijkste is dat het een kamer van 9 bij 9 is. Oké. Bijna completely cleaned up. Zo. En dan moet er nog een laag uit. Want dan kunnen ze namelijk ook onder daar spannen. Ik weet niet op hoeveel. We zitten op I-30. Dat moet makkelijk lukken. Zo. Nou, dat is wel even een belangrijke torch. Oké. Zo. Zo. Waarom is die zo donker? Ja. Zo. Het schiet al lekker op. Ik vraag me alleen af of ik straks genoeg hout bij heb om alle signs te maken die we straks nodig hebben. En daarbij weet ik niet of ik nog een keer terug moet voor water. Of dat ik dat gewoon hier kan krijgen. Oh, ik hoor een skeleton. Ik hoor een skelly. Deze gaan we even afsluiten. Zo. En zo. Oké. Dan kunnen we weer verder.
Die mag weg, zo. En zo. En dan, hé, hier ligt nog een pijl. Oh, en dat iron, dat pakken. Oh, ik hoor een Skelly. En die zit hier. Mooi, bedankt. Bedankt voor je XP. Zo, zo. Oh. Nog iets, mooi. Nou, als je dit eenmaal gedaan hebt. Dit laat ik even open, want dan kan ik er nog uit. Wat ik nou ga doen is water pakken. Denk ik. Ja, ik ga water pakken. Water. Ik heb volgens mij één bucket, ja. Zo, één bucket. Dat is heel heet water volgens mij daar beneden. Ja, dat is een beetje te heet. Dat werkt niet zo goed op zombies volgens mij. Dat is één water. Oh, en daar zit de volgende dus. Dat gaat wel lukken. Water. Want dan maken we hier even infinite water source. Als je nog niet weet wat het is. Dan leg ik het hier nu even uit. Dan stoppen we één water daar in de hoek. Dan gaan we nog even water halen. Even kijken. Hier. Zo. Auw. Stout. Waarom is die zo donker? Oh, licht jij. Oké. En dan als we... Je hebt twee water daarvoor nodig. En als je er daar een hebt geplaatst en hier een in de andere hoek. Precies tegenover. Dan krijg je dit. En daar kan je oneindig veel water uit pakken. Dus. Dan weet je ook weer wat een infinite water source is als je dat nog niet wist. Oké. We gaan er straks. Gaan we er. Daar gaan de zombies erin. Waarom doe ik dat? Het zit zo dicht mogelijk daarbij. Ze moeten om een half hartje over te hebben, zodat je ze in één keer kan slaan, zeg maar. Moeten ze 23 blokjes vallen. Dus om het zo efficiënt mogelijk te maken en er de hele tijd bij te kunnen staan en te kunnen slaan, moet je dus eerst 23 maximaal. Nou, daar zijn technieken voor. Zonder pistons en alles moeilijk gedoe. Oké, we gaan even deze toortjes weghalen. Zo. Zo, zo. 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 Nou. We zijn weer helemaal ready to go. Nou. Wat we dan gaan doen is als we hier een water plaatsen. Dan komt dat helemaal tot daar. Dan plaatsen we er nog één in de andere hoek. Dan komt dat helemaal tot daar. Nou. Uiteindelijk moeten ze er hierin. Nou, dat gaat natuurlijk met water niet lukken. Want dan drijven ze na een tijdje niet meer. Dus we gaan hem hier nog iets uitdiepen. Zodat het precies straks helemaal precies daarin loopt. Oh, dan gaan we er hier nog eentje weghalen. Oh. Zo. 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 En die moet nog even weg. Die moet nog even weg. Die moet nog even weg. Oké. Dan zijn we really good to go. Kijk. Nou stromen we precies hierop. Precies. Gaan we er hierheen naar beneden. Want dan heb je iets meer. Ja. Alle zombies die dus overal in de kamer spannen, die vallen dus naar beneden. Krijg geen fall damage. Behalve heel af en toe als ze op bijvoorbeeld zo'n klein stukje vallen. Krijgen ze af en toe fall damage en dan vallen ze in een dood. Maar dat maakt het even niet uit. Daarna komen ze allemaal hierin. Je moet zeker weten dat deze hoog genoeg is. Dus ik maak hem altijd 3 hoog. Sowieso. Dus met dat gat 4. Omdat ze in water beginnen, alle zombies beginnen te springen. En als ze de hele tijd springen, dan komen ze niet door dat gat heen. Dus daarna gaan we, als we dan zo doen, dan gaan we daarheen.
Dan zitten ze hierin. Oké. En dan, ja, zo. En dan hier moeten we 23 omhoog. Oké. Dus, wat we hiervoor gaan doen, alle zombies springen in water, dat heb ik je net verteld. Dus dan is er ook een manier met science en water, om dat water, om die zombies omhoog te krijgen. Ik ga even weer wat cobblestone hier wegleggen. En gravel. En dan gaan we even wat, ik weet niet hoeveel ik er nodig heb. Waarschijnlijk 23 gedeeld door 3. Of 23 gedeeld door 2. Maar ik heb geen zin om te rekenen. Ik denk dat ik hier een goed end mee kom. 15. Ja, daar moet ik een redelijk end mee komen. Want ik moet er ook boven nog wat hebben, weet ik. En, nou, in ieder geval. Wat we nu gaan doen. Die zombies die komen hierin. Ja, dat snappen jullie allemaal. Dan gaan we hier doen. Wat ga ik hier neerzetten? Ik ga iets meer dan 23 omhoog. Omdat ik wil 23 naar beneden, maar dan wil ik ongeveer op hetzelfde niveau staan als de spawner. Dus ik ga hier zeggen, want ik zet altijd de nummers van de lagen zet ik op de bordjes. Dus dan zet ik hier, denk ik, 0. Dus ik zet hier 0. En dan zet ik dus daar, zet ik 2. Zodat ik ongeveer weet waar ik ben. Ik vind dit nou echt al irritant. Dat al die dingetjes de hele tijd naar mij toe gaan. Dus die ga ik even uitzetten. Nou kunnen ze nog uit. Oké. Zo, kijk. Nou, we kunnen weer even weer gaan werken. Want dit werkt toch wel een stukje sneller. Zo. En wat we dan gaan doen is hier omhoog. Dan zie je hier een 2 staan. En dan gaan we een blokje erboven hakken. Hey, en we zitten op iron. Wat heel langzaam gaat, waarschijnlijk. Ik hoop niet dat dit een al te grote ijzer. Hoe noem je dat? Ijzergroep is. Want anders ben ik een eeuwigheid bezig. En anders zeggen jullie weer van: Robin, hak dat ijzer nou eens uit, joh. Dat heb je later misschien nog nodig. En ik zeg, nee, dat heb ik niet nodig. Ja, dat moet je toch uithakken. En ja, nee. Dus ik hak het uit. Zo. Dus we hebben hier een 2 staan. Dan gaan we... daar zetten we een 4. Oké, dus we hebben hier een 0, een 2 en een 4. Dan gaan we even een... nieuw water pakken. En die zetten we tussen de 2 en de 4. Zo. Dus dan hebben we hier. Nu als die zombies dus gaan springen, komen hierheen door het water. En die beginnen te springen. En die gaan helemaal naar boven. En zo gaan we nog een tijdje door. Ja. Zo, helemaal naar boven. En dan, even kijken, niet op de cobblestone, maar die daarboven, komt dan de 6. Dus dan komt daar de 6. En dan hebben we weer... In een server is dit wat lastiger, want dan zak je namelijk naar beneden. Maar hier als je op een sign drukt, als je een sign schrijft, dan blijf je staan. Dus dat was makkelijk. Het is heel moeilijk om te zien af en toe. Oh. Dit is 8. Soms heel lastig om te zien waar het allemaal zit. En ik weet dat het soms voor jullie, als ik daarin zit, ook een beetje moeilijk is om te zien. Misschien dat ik het even verlicht. Wacht. Zo. Maar dat kan natuurlijk niet. Wacht even. Zo, dan ga ik even... dat doen. En dan zo. Dat is beter. Zien jullie wat meer?
En dan gaan we even weer een nieuw water halen. En ik hoor de hele tijd een irritant zombie geluid. Hoe komt daar vandaan? I don't like you. You must die. Eat your brain, son of a bitch. Oké. Okay. Zo, we zijn hier in het lichte plaatje. Ik ga die even hakken. Zo. En dat was 8. Zo. Dan gaan we hier 10 zetten. Wacht even, ik ga even weer wat naar boven hakken. Zo. 10. Dan komt daar 12. En dan komt daar 14. Dus dan gaan we 10. Dan gaan we daar 11. Maar daar moet water. En dan krijgen we daar 12. Dan komt helemaal daarboven. Komt. Spatie. Komt 14. Zo. Het is wat werk. Maar uiteindelijk heb je er wat aan. Zo. Weer wat water pakken. Zo. Dan gaan we weer naar beneden. Naar beneden. En dan pakken we nog een water. Het irriteert me vooral dat ik maar 1 bucket heb. Want als ik er. Normaal als ik een farm. Als ik zo'n farm maak, dan heb ik altijd meer dan 1. Dat is veel makkelijker namelijk. Zo. Oh. Zo, een dirt gaat wel makkelijker, dus daar ben ik wel blij mee dat het hier even zit. 14. Dan gaan we daarna 16. En dan gaan we daarna 18. En dan gaan we weer naar beneden. Eigenlijk heb ik, ja, op zich zou ik een tweede shovel, schep, ja dat is hetzelfde, een tweede bucket kunnen maken. Ik denk dat ik het ook ga doen, want dat werkt een stuk sneller. Dus dan gaat die er even uit en dan gooi ik 2 water. En dan gaan we weer helemaal naar boven. Ik hoop dat je duizelig wordt. Nee. Zo, die daar en die daar. Kijk, nou gaan we een beetje opschieten. Dat is 18. Dan wordt. Dat wordt 20. Oké. En dat wordt 22. Dan moeten we weer even terug voor water. Dus dan zitten we nou bijna op 22. En moest 23 blokjes vallen, dus ja. We are good to go. Als er 24 blokjes vallen, dan zijn ze sowieso dood. Dus als je dan een blokje eronder weghaalt, dan heb je een loot farm. Maar even als je dat wil weten, heb je iets waar je loot uit kan halen. Niet dat je heel veel hebt, daar rot een flash hoor, maar fuck. 22. Dan gaan we er nog eentje omhoog. Dan is dit 23. En dan heb ik meer water nodig. Ik zit even te denken of. Ik denk dat ik er nog eentje omhoog ga eigenlijk. Omdat ik. Dan zit ik toch net iets hoger. Want ik zit echt wel een beetje onder die. Die 0 begint echt wel onder die spawner. Dus. Ik ga toch nog eentje hoger. En dan heb ik precies genoeg water. Nu. Bij. Dus. Dan gaan we 22. Dit wordt 24. Dan gaat hier een nieuw water. Daar een water. Dat was niet zo slim. Oké. Mooi. Wat we nou gaan doen is om. Eigenlijk. Actually, ik zou ook gewoon hierheen kunnen gaan. Ik denk dat ik die kant op ga, dat vind ik leuker.
Nou, wat je nu gaat doen is, je gaat net zo lang doorgraven totdat het water ophoudt met stromen. Dus dat is 8 blokjes als het goed is. Het is hier weer heel donker. Zo. Dus dat is bijna. En ik ben bijna door mijn pickaxe heen. Dus als het goed is zou dat net moeten lukken. En je moet het niet daar doen, want dan gaan ze springen. Natuurlijk. Dus even kijken. Ja, volgens mij doe ik niks fout op dit moment. Ik moet ook altijd even alles na checken. Even denken. Nee, ik ga het anders doen. Wat ik ga doen is hier een sign plaatsen. Dus dan elke zombie die stroomt met een redelijk grote gang, stroomt die hierin. En dan gaan we hier 23 blokjes, precies 23 blokjes naar beneden. Dus als het goed is heb ik hier 27, dus het zou net moeten lukken. 1, 2, 3, 4, 5. Ik hoop dat ik niet in lava kom. 6, 7, 8, 9. Kom, laat ik even zitten. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oké. Als het goed is, als ze hier vallen, hebben ze precies 23 blokjes gevallen. Meestal zit ik er eentje naast, dus neem me niet kwalijk als er eentje naast zit. Heb ik glas bij of zoiets? Ik heb wel zand bij. En ik heb kool. Zo, so, let's make glass. Nee, trouwens, ik ga geen glas maken. Wat ik nu ga doen is deze hoeken weer neerzetten met glas. Dat alles weer precies hierop uitkomt. Nou kan je zien dat alles mooi loopt. Dan gaan we hier helemaal naar boven. Gaan we die weghalen. Gaat die dicht. Gaan we die weghalen. Gaan we die weghalen. Gaan we die weghalen. Zo. Oh, nou die tort die komt straks beneden. Ik ga hem niet uittesten. Want stel je nou voor dat ik er eentje naast zit en er zit er eentje te veel naast. Dan ben ik dood. Dan ben ik 7 levels kwijt. Zou zonde zijn. Dus doe ik niet. Signs zijn trouwens al mooi uitgekomen. Ik heb er nog 1 over. Trouwens. Wat ik even ga doen is, denk ik. Ja. Is om dit te doen. Oh. Nee, wat haal ik dat? Die glitch. Zo. Nou. Wat je nu hebt, is dat je dus... Dat die zombies, want die springen hier ook al. Dan, ja, dan komen ze er zo in. Ik druk nou geen enkele pijltjes toetsen in. Of AWSD. Dus dan kom je hierin, dan begin je te springen. Die springen dus de hele tijd, dan ga je zo omhoog. Dus het werkt. Oké, we gaan er even uit. En dan komt nou het, zeg maar, het gevaarlijkste deel. Dus met het iron sword in de aanslag. En ik ga even wat eten. Dus dan ga ik heel ver springen. En nou komt de torch weghalen van de... knop. Die weg, die weg, die weg, die weg, die weg, die weg. En daar spant eerst al, dus ik moet wegwezen. En die weg. Zo, nou zit het helemaal donker. En als het goed is, kijk, nou zwemt hij naar mij toe, dus dat is ook de reden waarom we deze even... Kijk, we spannen er al veel. Dat is mooi. Gaan we even hier dit dicht maken.
Oké. En dan deze. Oh, dat moet ik niet doen. Zo. Ja. Nou, hierachter zit dus onze spanner. En ja, dat wordt even wachten. Maar het is waarschijnlijk de moeite waard. En ik ga deze eigenlijk even, wil ik deze even verplaatsen. Oh. Kijk, er viel er eentje dood. Sommige vallen dood, sommige niet. Dus je moet altijd even wachten. Misschien dat ik me inderdaad één verteld heb. En dan moet ik zo even... Ouch. Volgens mij vallen ze allemaal dood. Oh, op één na. Maar ze vallen allemaal... De meeste vallen dood. Kijk, hey, ik eigen. Dus ik ga hem even eentje hoger zetten. Als ik deze even met de hand uithak. Oké. Come on. Kijk. Nou, we hebben er al twee zombies in zitten. En de meeste... Oh. Zullen met een paar hitten dood zijn. Deze zijn er met drie hitten van. Maar misschien dat je... Dat ga ik tenminste even doen. Is... Ik weet niet hoeveel ik er in mijn inventory kwijt kan. Dit dus. Om hier een chest neer te zetten. Met gewoon een heleboel stone swords. Om het allemaal wat sneller te laten lopen. Zo. En als je er hier dus even gewoon AFK gaat staan, zeg maar. Moet je computer niet laten uitvallen, maar... Dan nog. Ik ga het toch maar even kijken. Zo. Ik heb sowieso nog een iron pickaxe nodig, dus. Maar in dit geval is ongeveer. Kijk, nou begint hij een beetje vol te lopen. Ik weet niet precies waar de. Hier zit hij. Ja. Kijk, je kan hier dus zien hoeveel er omhoog gaan. Maar wat ik eigenlijk wil, is even... Ik weet niet... Hij moet dus hier ergens zitten. Oh. Nou. Oké, ik ga even hier omheen. Oh. Nou, als je hier zie je dus, er zijn wat zombies komen, misschien. Of spannen ze nou niet meer. Nou ja, ik denk dat ik deze ook maar even weer dicht ga maken. Ik weet niet precies of dit helemaal goed gaat werken namelijk. Dit was namelijk even een proefje. Trouwens, wat misschien wel werkt, is als ik even een paar cobblestone slabs maak. Waarom stapel ik die niet op? Om dan dit te doen. Want dat laat namelijk geen licht door. Of heel weinig. Dus dat zou dan misschien wel kunnen werken. Alleen waarom spannen ze nou niet? Nou, ik ga hem dichtmaken. Laat maar. Stom idee. Ik dacht van, dan kan je misschien al die zombies erin zien komen, maar laat maar. Nou, wat we hier dus hebben is, als we even al deze met... Oh, we hadden stone swords. Dus dan gaan we redelijk snel omhoog. En als je dan even wacht, we zijn al gelijk level 11. Van de 7. Eerst 7, nou 11. Dus het duurt misschien even, maar ik heb nou een XP farm. En als ik dan tussen een paar afleveringen door even XP ga farmen, dan kan ik dat doen. Dus ik hoop allemaal dat jullie deze aflevering leuk vonden. Ik vond hem heel leuk. Op zich, we hebben een leuk dingetje gemaakt. Vergeet niet te liken, te subscriben en direct te reageren. En tot de volgende keer. Doei!